Uw prognose. Een Ja. prognose is eigenlijk een soort. Hoe zeg je dat? U loopt vooruit op zaken. U geeft aan Laat me even, ja. Laat me even een. van wat het zou moeten worden. Maar Maar laat me meestal, even dat. geeft u prognoses. Een paar maanden, no? Nu zijn we een jaar voor die verkiezing. Is niet waar. Wie zegt dat zo'n jaar zijn? Ik geef mijn prognose meestal minder dan een jaar. En dat heb ik altijd gedaan en je kunt ze natrekken. En we zijn nu, 7 maanden verwijderd van de actieve handeling van de verkiezing. En daar begint weer die fout die we maken. Die prognose van mij is onder andere gebaseerd op wat voor huiswerk moet nog gemaakt worden door de politieke partijen voor de kandidaatstelling, plaatsvinden. Onder andere is hier op mijn prognose gebaseerd. Onder andere. En mijn prognose is expliciet. Dus het eerste is onder andere wat voor huiswerk men nog moet maken voor de kandidaatstelling plaatsvinden. Begrijpt u? En expliciet is mijn prognose gebaseerd, dus uitdrukkelijk is mijn prognose gebaseerd op dezelfde methodiek die de kiezers hebben gehanteerd bij de laatste verkiezingen. En welke Ik blijf even stil, want ik had van. methodiek is dat? Wel, namelijk zogenaamd slecht beleid afstraffen. Dat is de methodiek toch? Wegstemmen. Dus wat ik gisteren heb behandeld, heb ik me gericht tot de uitvoerende macht, de regering. Vandaag richt ik me tot de kiezers. Niet tot politieke partijen en dergelijke, maar tot de kiezers richt ik me. Want de kiezers, mijn prognose is gebaseerd op dezelfde methodiek die de kiezers hebben gehanteerd bij de laatste verkiezingen. En dat was slecht beleid afstraffen. En wat onder slecht beleid moet worden verstaan, dat zijn al die verhalen die werden vertaald tijdens de verkiezingsperiode door onder andere Chan van VAP en alle andere Stemslim en alle andere. Al die verhalen die werden verteld over hoe slecht de regering was, hoeveel boeven in de regering zaten, hoeveel schurken in de regering zaten, hoeveel men heeft gestolen. Al die verhalen vallen onder noemer slecht beleid. En dat hebben de kiezers afgestraft, want ze hebben geluisterd naar die mensen. En op basis van dezelfde uitgangspunten gaat men weer stemmen. Dat is hun zaak. Ik leg mijn prognose nu. Ik zeg, hierop is mijn prognose gebaseerd. Niet op bla 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 bla. Op het feit dat de mensen de vorige regering hebben afgestraft op basis van slecht beleid. Dat is een goed ding. Daarop moet men mensen regering afstraffen. Slecht beleid. De vraag is als het werkelijk slecht beleid was, zoals men dat heeft verteld. Dat is een andere vraag. Maar als het slecht beleid is, moet je altijd afstraffen. En daarop, dat moet u even vasthouden, daarop is mijn prognose gebaseerd. En daar beginnen we. Het punt is dat je moet het kiesstelsel kennen. Je moet weten de werking ervan. En daar komen we op het punt van, net wat ik heb gezegd, hoeveel huiswerk moet nog worden gemaakt voor de dag van de kandidaatstelling. We zijn nog 6 maanden ver verwijderd van de werkelijke activiteiten naar de verkiezing toe. Dus het verhaal van nog een jaar is niet waar. De activiteiten naar de verkiezing toe zijn we nog hooguit. Nu al zijn we middenin, maar dat is voor de administratie. Maar qua richting kiezers mobiliseren om naar de stembus te gaan, om hun stem uit te brengen, zijn we nog 6, 7 maanden verder. Want in januari, over 7 maanden, februari, moeten de kiezerslijsten, dat ding waarover ik zo even heb gesproken, moeten ze gepubliceerd worden. En dan begint het werk van mensen die niet voorkomen en mensen die dingen moeten corrigeren. Dat is over 6 maanden. Ja, dat is om de Zes, hoek. zeven maanden. 2 maanden daarna moeten de kandidaatstelling plaatsvinden. Waarover praten we?
En het werk dat moet gedaan worden om een kandidatenlijst vast te stellen nu. Met deze nieuwe regeling. Waarbij een politieke partij 51 kandidaten kan invullen. Dat is niet een eenvoudig werk dat moet gebeuren. Dan praten we nog niet eens over de gevolgen van wanneer de kandidatenlijst kan worden samengesteld. De gevolgen binnen de politieke partijen zelf. Als jugu zou ontstaan. Ja, ja. Afet... A teleurstelling naar een mandi. Ja, 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 ja. Dan praten we niet eens over om een ding dat we tik in beslag. Dus al deze dingen neem ik in beschouwing en ik kom tot een prognose. Daarom wil ik dat vooraf zeggen. Mm-hmm. Ook dat deel is helder. En mijn prognose, heb ik al duidelijk gezegd, is gebaseerd op slecht beleid afstraffen. En als we vanuit gaan, ik praat geen mensen na, van de realiteit, nu in Suriname, nu op dit moment, anno nu, wat we dagelijks horen, soms maken we het ook mee, is 80% in het land ontevreden. Van die 80% kan je zeggen, 70, 60 misschien, je zou kunnen zeggen, 100% zijn kiezers. Die zijn ontevreden. Dat is wat we horen. Dus ze zijn ontevreden, want het beleid is slecht. Dat horen we nu. En dat zijn we een paar maanden, minder dan een jaar, na de verkiezingsdatum. Dus dat is de situatie waarin we verkeren. En op grond daarvan is het duidelijk dat wanneer je dus een prognose wil maken, dan moet je het uitgangspunt vasthouden van de zittende regering. De positie van de zittende regering. Heeft de zittende regering nog een kans om goed uit de bus te komen na de verkiezing? De positie van de zittende regering. Dat moet je in acht nemen. En omdat je dat niet kan gaan onderzoeken binnen de bureaus en zo, je kan alleen een analyse maken van de afgelopen periode en de huidige stand van zaken, hoe men over de regering denkt, hoe men over de regering praat en hoe de mensen dagelijks ervaren in het land, dan kan je niet tot een andere conclusie komen dat de regering heel, heel, heel slecht heeft gepresteerd. Heel, heel slecht heeft gepresteerd. En dan zijn dat de politieke partijen die deel uitmaken van de regering, die in beeld komen. En wanneer je dus het kiesstelsel beschouwt, dan moet je weten dat het districtenstelsel een heel andere benadering is. Ik ga niet uitweiden daarover, want ik ga ervan uit dat men dat voldoende weet. En wie dat niet weet, moet niet komen proberen mee te praten. Want als je niet begrijpt, je hebt contact mee. Je moet begrijpen, er zijn ze. En een nieuwe kiesstelsel, daarin alles ten in gelden, no one ten in lassie. In een vorige kiesstelsel, stem ben kalassie. Neem bijvoorbeeld Coroni. Daar heb je bij toezetel, Suma ben Abi, kotak je bij 1500 kiezers. Suma ben Abi, 1400 kiezers. Daar heb je bij winnaar toezetels bij. Alla ne tramansan bestemt op de intrapartij. Alla ne sting dat die. Na lassi sting. No. Ano de so moro. Alla sting e gelde. Alla sting e gelde. Ook als sting voor bububut sorry. Alla sting e gelde. Laat dat duidelijk zijn. Dus ik zeg dit. Alleen dat men het begrijpt waar het over gaat. Dat dan ook. En nog ingewikkeld nu aan doen, maar je moest bij je sap dat hij dat no aan steen en lassie. Begrijpt u? No aan steen en lassie. En vroeger, ik ben een boek op zetel ook, dat de man belegd uit toch? Corona, nou een voorbeeld, Sipaliwini, bla bla bla. Na boek op zetels,
Nou, boek op zetels nog de. Nou, want Sten en Lassie, me lak ik bak boek op zetels nog de. Allama moest brengen schrijf op voor kies van zetel. En dat is de situatie nou, in een systeem. Dan heb ik al aangegeven op grond waarop mijn prognose is gebaseerd. Onder andere op slecht beleid van de regering. Wat dat inhoudt mag je zelf invullen. Slecht beleid, wat op grond daarvan is de vorige regering afgestraft. Dus ik ga ervan uit, de kiezers, op wansan is aan allemaal gemeen, namelijk slecht beleid afstraffen. En ik ben daarmee eens, want zo moet het zijn. Slecht beleid afstraffen. Dus dat gaan we nu zien na een verkiezing, die zie, of nou werkelijk, na zo'n slecht beleid, de man bestraf af in de vorige regering, of na Bouterse de man bij een poeru, de man bij een Bouterse moro in een machtscentrum. Dat was geen baka verkiezen die zie. Of na Bouterse de man bij een moro in een machtscentrum. Dat was geen, maar dit is nou een sideline. Maar dat we komt op een systeem. En wanneer je vanuit gaat dat de kiezers een keur slecht beleid af, tegen gaan naar stembus, want dat is aan de vorige regering. De regering sinds Donono moest gaan vanuit dat hij een slecht beleid zat in voer uit. Dat kan benoemen zijn niet met name, dat mij nooit doe je schrift kan vullen in. Een slecht beleid zijn voer uit. Om Mickey dat ding in ieder geval op de positie tijdens de verkiezing, dat hij in kan gaan vanuit dat ding op de favoriet voor wie naar verkiezing. Op basis van de San Samitaki. De nou de favoriet voor in de verkiezing. En dan, we kunnen op punt voor een stand van zaken met betrekking tot de politieke partijen zijn tek deel toen in de verkiezing in 2020 na de man die samen zou winnen in de verkiezing. Want zo is het. De man gaat samen met de man naar street en de man is winnen in de verkiezing. Dus dan de partij dat hij wil lukken op baka, zijn op sa in de verkiezing die zie. En wat sideline moet ik even, want er is een hele hoop gesproken over leiderschap, politiek, dat, alles soort geweldigheid. Wie soort geweldig prognose je maakt nu? En een prognose. Wie soort geweldig beleid, visie, ik pot dat papier aan nu. Wie soort geweldig idee, ik heb nu. Ik leg hem vast. En dan nog een waarde, of je nog zeker dat je maakt den knikkers. En dan nog een waarde, of je nog zeker dat je op den zetels vervoeren uit. En vandaar dat ook, wie soort beleid en maakt nu, nooit allemaal gaan detail. Nooit maar op poesmoni ini, zijn moest poesofu, komt dat een boom beleid, en op beleid, een boom visie, vastlegging over hoe men denkt de problemen van het land te kunnen oplossen. Alle verhalen ten spijt, de problemen van het land gaan pas bekeken worden bakken af verkiezing. Alle verhalen nu ten spijt. Dus daarom meneer Artie de verhaal dat. We gaan nou sa op sa. Wanneer de kiezers nu in actie mogen komen en ze hebben hun mind opgemaakt en dat kan niet anders dat een regering zang un abinono voer een slecht beleid uit ten opzichte van ding, let wel, ten opzichte van ding, en ten dat ding, dat hebben we zeker over 80% van de samenleving. Want 20% van de samenleving, nee, dat dat die 20% van de samenleving. Ik die alle dee, vaarig erin doen een geweldig boom. Van IMF, ik draai een konre boom. Van dit ego boom, van dat ego boom. Van vorige regering, nog een maatschap de samen. 20% ik die mee, ik die de mene, alle dee. En dat 20% dat den na positie, den na gelegenheid, de kiesa gelegenheid, hoe legt deze man is aan dat uit? Omdat de man dat neer viering. De man dat neer viering.
Dus de man dat dit toe, zij legt eens maar uit. En de man dat ik zag gelegenheid, moro de mofina wang, samus sapseipsa, voel leg uit. En tenen mij leg uit de man op alle mogelijkheden, waardoor, yes, don je aardje, en je brief de man bijna toe. Even na verstand niet, is zo toko toko de niet. De brief de man ook. Maar die mannen menen het ook. Die mannen die dat zeggen, menen het ook. Omdat de vieren. De vier zo zijn schuitie. Ja, maar toch is het, maar toch is het de vraag als ze de mensen overtuigen. Ik denk het niet, want die ontevredenheid blijft. Die ontevredenheid blijft 80%. Ik geef een analyse en ik ben eens met je. Ik hoop dat het zo is wat je zegt. Dat die mensen niet worden overtuigd. Maar ik geef wat er gebeurt. Het gebeurt toch? Ik zit er in het tuin, ik luister, het gebeurt. En if je not, if je zo zo toch toch niet, dan ga je mee. Dus je kan taki, het overtuigt de mensen niet dat hij je taki. Dus het punt is, dat hij mij legt uit. Dan leg je uit bij 20%, je legt iets anders uit. Maar de man, aan de leden, mijn leden, maar de mening, de man is door naar systeem dat hij, de man geniet vindt, de man is geen voordeel. Dus de man taxa de ervaar. De man heeft pina, leg dens maar. Sano manyante de opo. Dus de man no de napo is dat. Mi etak no na des madati. San de na 80%. En if na uno e gona stembus en na uno e bepaal in soort katibo u a mopo en om het normaal lakko lakki uitmaken na geweldige visie na dat verhaal, dat ne roko. E go om a katibo sei de. Sei mus mopo na imi en je go vanuit dat Gado het stij bij, dat hij kies wat regeren zijn pot, want toesman draap is aan. Ik begrijp dat hij. Ik begrijp dat hij. En heeft de begrijp dat hij de alatras aan de kon vanzelf. Dat zijn de basis ingrediënten op grond waarvan wij de voorkomende verkiezing moeten analyseren en een prognose maken. En dan moet je nog één ding weten. In een laatste verkiezing, een uitslag van verkiezing heeft met zich meegebracht dat een volgende constellatie ontstaat na een nieuwe kiesstelsel, zou abno. De partij, dat met ik VAP wat naar de winnie, de partij VAP zou winnie. Bij op 22 zetels. Bij op 20 zetels. In een nieuw systeem. Een kiesstelsel nu. Heeft een stref aantal stemt op een partijbaka. Dat ik kies 22 zetels. Dat moet je begrijpen. Dus heeft een stref aantal stemt op VAP baka. Dat denk ik kies 22 zetels. Volgens de nieuwe regeling dus. Volgens de nieuwe kiesregeling. Dus dat zijn de eerste elementaire dingen wat je moet weten als je beschouwing wil maken. Je moet dat weten. Maar het geldt niet alleen voor de VAP, het geldt voor alle partijen die hebben meegedaan aan de verkiezing. En zetels hebben behaald. Het geldt voor allemaal. Dan komen we bij de NDP. De NDP heeft 16 zetels. Die 16 zetels gaan nu in de nieuwe constellatie 12 worden. Heeft de stref aantal sma zijn stem toen die NDP go stem die NDP baka. Dat NDP had 12 zetels nu. De stref aantal sma stem die VAP. VAP had 22 zetels nu. Dan gaan we naar NPS. NPS op drie zetel heb de stref is maar zijn stem die NPS toen stem no baka die NPS de zetel etron 6 de zetel NPS etron 6 dan gaan we naar ABOP op 10 if me no forgets me. Temtak ABOP, dat bedoelde ABOP PL. Per Jawa Loer, PL samen. ABOP op 10, heb je niet vergis me. Dus 10 zetels, die zie.
in een huidige constellatie naar een nieuw systeem, het rond 5 zetels. In een nieuwe constellatie. PAP, NDP, NPS, ABOP. Dit is niet een biggie speler, biggie partij in een strijd. Dat we take BEP. Ik heb BEP nog een teampartij, maar BEP op basis van een uitkomst van verkiezing, BEP ben ik toezetel. De vraag is, if de schrijvers maar stemt op BEP een aantal dat hij, if do haal no one zetel, minu zoeken uit, dat is de vraag. Dat is de vraag. If a schrijf aantal stem, if do haal one zetel, dat is de vraag. Dus vandaar dat hij mee behandelt BEP apart. Dat na uitslag van vorige verkiezing. Maar even loco, leg veilig uit, even loco, een methodiek bij na electoraat. Een methodiek tak de ma de ma ik. Ook bij terre, dit is na basis mi lag voor begrijp. Mi no koit aan mi prognose. Dit is aan mi prognose. Ja ja, mi begrijp. Dit is na dit is na if de man. Dit is na lijn en voor begrijp zei psa. Toch? Dit is aan mi prognose, na lijn prognose in. Dus dit is na huidige situatie nou. If de stref aantal sma stem baka tap den politieke partij. Dus daarom zei ik, gelet op het feit dat de ma is straf af en a beleid slecht, dat zien we met z'n allen, dan kunnen we er niet a priori ervan uitgaan dat via de sem aantal sma bijvoorbeeld o stem tap via pi baka. Dus dat na onder andere of de conclusie zei ka trek. Waardoor ze dan op 22 kunnen komen, toch? Dat na... Mine taxas ma wa yere ara, kon mi taxa mi wan taki, na baka dat deka kon en. Ja? Dus, dat na conclusies, dat na waf den conclusies eke trek. Mego na prognose fu sou kan verwakti. Tok, want dat na wa prognose over san kan psa na verkiezing. Mm-hmm. Want disi zijn dingen die, deze dingen zijn feiten. Ano mi bepaal den, den bepaald ba. Begrijpt u? Den bepaald ba. Ze zijn feiten. Dat de stembus kan ook gono. Dan afhankelijk van de omstandigheden voor de individuele partijen, dat op playwaar rol 1. Dat is zo vast. Dat op playwaar rol ook. Afhankelijk van de omstandigheden voor de individuele partijen, waar rol op play. Maar daarnaast is het zo dat de kiezer zelf één doel heeft. Mij moest poer misref uit Apina. Mij moest poer misref uit Apina. En dat ommekie, dat het grootste deel van de kiezers, ook concentreerde, dat de man zijn bij winnaar verkiezing, dat nog mag winnen morgen. Zo simpel is het. Het grootste deel, zeg ik, ook concentreerde, dat dat hij, heeft de nog domoro buritje. Want dan moet je samen schrijven en doen dat. Dan moet je samen schrijven en doen dat. Dat dat je moet concentreren. Dat de man zijn bij winnaar verkiezen. Pot min na kati bodisi. No mag komoro. Suma ook kon dat wel later. Maar in ieder geval de man dat no mag komoro. Precies lek a gedrag. Zal in bevertoon in 2020. Die de man legde maar uit. Vaar zitten de regeren met de pina. Vast te regeren, voeren en alles wat ze met de pina. Precies zo als ref gedrag dat die vertoon op elkaar. Op basis van ervaring, zaden met mij. In een periode die zie. Dus dat nou een logica voor alle libisma, if de nou, maar logica dat dat een probleem de nakondre. Dus dat heeft niks te maken met politiek. Dat heeft te maken met je eigen, je eigen ik. Toch? Je eigen tang, je kan weten dat. Dus je zegt dat alle dingen je bar, je kreeg, in een man yang dit. En dan op een moment kom je doen en zijn niet. Dat je vergeet dat even. Dat je doen, dan kan dat opsa. Maar dat doen aan je. Dus mine go vanuit dat we op de sotus marati. Kan de jouw aan toe. Maar mine go vanuit dat dat gros even onder de sotus marati. Sano sap sana de eigen belang. Sano sap sana de eigen belang. Dus dat betekent dat een concentratie van de sma-ode
zorgen dat de man is naar Comoro. En dat vat dat op ze. Dat op ze door. Met een keus. Voor go naar stembus. Met een keus voor go naar stembus. Allemaal maken een keus. Maar je maakt een keus voor go naar stembus. Maar if je hoort like een rode draad. Dat in ieder geval een keus zijn om maken. Of wat om binnen. Een vaststaand feit. Dat de man die zijn de normaal Comoro. Dat een keus zijn om maken. Kan beperkt alleen tot de overige politieke partijen. Of niet? Hallo? Ja, nee, we Arkie, scherp. Nee, maar je moet mijn actie, of niet? Toch, if you make een keus. Dan, een keus zou je make nou. Je sluit de man dat ik bezig met die pina. Dat is ook een kompotisch bakkaji de man. Dus een keus op de onderdeling traman zijn over. En dat we go concreet. De partij zijn ook tek deel naar verkiezing. Dan moet ik een sideline zijn even. Omdat dat prognose die zien. Nee hoor rekening. Naar alle de. Minoan kan de tien partij. Maar naar alle de babbelaars in de tien zogenaamde partij. Buiten oppositionele partijen. Minoan hoor rekening naar de man. Omdat drape de man no sab met een blok. Want effe de man dat ben kan met een blok, gegeven de omstandigheden in Akondre, en gegeven een nieuwe kiesstelsel, dan zonder voor hebzuchtig, alle partijen bekomen bij elkaar, voor Fevi dat ik hier, wala malagi Fevi beste sma zou abnoubaka. De beste, zijn a people sabi, evi karaman in, alle man sabi, amawa integer man, amawa deskundig man, amawa, de beste miwani, alamala, walamala, jou feifi, dat we met een gezamenlijke lijst dat potent op een van de partijen nemen, wat we noemen, a pre-electoral. Dat we pot een tap een lijst, bijvoorbeeld tap du, dat we pot 20 jajas naman tap een lijst. Dan ibo kies een broeia in een situatie, a prognose samen met nou. Dat ibo kies een broeia. Ibo kies een soort alternatief. Dat bedoel ik, een alternatief en dat ibo kies een broeia. Eigenlijk zegt u, de man dat die bij moest, los de ego, die zogenaamde kleine partijen, en gewoon, allemaal liever Fifi Trangamang, en dan gaat het op één lijst, bijvoorbeeld op HVB, of op, dat is duidelijk. En dat zou enig effect hebben dus. Ja, natuurlijk, dat zou dus, daarom zeg ik zeg dat als sideline, aan de demi prognose, met dagelijk sideline, voet jouw man kon leg uit, dan met je leg uit. Dat minotek asan dat in mijn prognose. Omdat asan dat nabi bestaansrecht moro. Wist de man go tide nadat de jere sam tak den go bij elkaar. En nou lukt moro. Waarom, dus waarom niet? En nou man lukt 6-7 mannen. Zij ook van allemaal van trange feefie man tjan de man kon. Mek wan mofo. De man de fo feefie had bezig de no man kon. Dan nou de man kon eruit. Nooit moro de man kon eruit toch? Dat is wat ik bedoel. Ja. Dan moet ik gewoon uitleggen. Oké. Ja. Nooit morgen de mama ko. Dus als aan dat mine o rekening naar in. De man natuurlijk aba recht voor taxa de wani. En de man aba recht voor gaffer. Die zijn ook in. Mek den go. Mine o rekening naar groep dat. Dus dat na mijn prognose. Dus me bij je leg dat uit. Want ten meng mijn prognose. Je moet dat jammer de man poer aan de man. Mine o rekening naar dat. Oké. Ja. Dat we kona punt zang. Migi aan. Van verdelen de no-no. A intentie sa den kiezers. Na een soort intentie denk kiezers ook naar stembus. Want die moest een intentie hebben, na ben je naar go. Tenzij wat man die wat doet zo'n dollar dat man dat stemt aan mij. En die teken, dat je na een intentie je go poten stem wat die kiezen wat doet zo'n dollar. Ook dat kan. Dus, men hebben over de man, zijn hebben een bepaalde intentie en je go stem. En in een groep dat die, een kiezers volk dat die, den kiesgerechtigden, want die zijn kiesgerechtigden, die nog stem eten. De kiezers belangrijker worden dan kiesgerechtigden. Want in een kiezersgroep, de man zou gewerkt naar in een stembus, gevloggen, de man dat op bepaal, zijn op sa bakken 25 mei. En dat zeg ik, praat ik, heb ik gezegd, tot de kiezers, die kiezers.
die kiezers gaan een standpunt, een keus maken. En even naar alleen voor de Sansam Takisan en Play San Delik onderliggende factoren voor mij een keus. Dat een keus uiteraard nog niet alle kiezers, laat me dat bij zeggen, want ik ben weer niet zo naïef om te denken dat Sansam en Taki ik gelden die alle kiezers. En ik gelden die alle kiezers. Maar een gros van de kiezers zou moeten met een keus. Of laat me zeggen, alle kiezers zouden met de keus. Alle kiezers zouden met de keus. Om met de keus gebaseerd op de gevoelens, de ervaring. Na een aantal sani, zijn ding. Lek persoon dagelijks met mee. En dan je kies een situatie dat die gegeven de omstandigheden moet het zo uitvallen na de stembusgang dat de NDP heeft 12 zetels. De NDP heeft 12 zetels. Als de NDP wil groeien, en hangt er vanaf hoeveel, maar als de NDP met 50% groeit, als de NDP zorgt dat hij met 50% groeit, dan haalt de NDP 18 zetels. Let wel wat ik zeg, als de NDP zorgt dat hij met 50% groeit, dan haalt hij 18 zetels. Als hij zorgt dat hij met 25% groeit, dan haalt hij 15 zetels. Als hij zorgt dat, en zo gaat het door. Met de maximale. Als NDP zorgt dat hij groeit naar 50%, dan haalt hij 18 zetels. Bij benadering 18 zetels. Als NPS ook zorgt dat ze met 50% groeien, ik neem maximaal, ik ben realistisch. Ik zeg als NDP met 50% groeit, dan halen ze 18 zetels. Als NPS, laat me het anders zeggen, NPS moet zorgen dat hij met 100% groeit. NPS moet zorgen dat hij met 100% groeit om 12 zetels te halen. Kan je volgen? Ja, we noteren. NPS moet zorgen dat hij met 100% groeit om 12 zetels te halen. Groeit hij met 50%, dan haalt hij 3 zetels bij, dat is het 9. Dus groeit hij met 50%, dan is het 3 zetels, dan is het 9. Groeit hij met 100%, dan is het 6 zetels, dan komen ze op 12. ABOP moet zorgen dat hij met 100% groeit. 100% groeit om die 10 zetels die ze nu hebben te behouden. Ik herhaal, ABOP moet zorgen dat hij met 100% groeit om die 10 zetels die ze nu hebben te behouden. Want die 10 zijn nu in het nieuw systeem, even voor Neverstank, de Tronfevi. Dus die moest groeien naar 100% voor met het Tron 10 baka. Dat naar ABOP. Dus alles sani den de man ab anu. Dat we gaan naar VAP. Tee luku abenaderen DC. Want de zetels na 51 nomo de. Ja? De kiezers na een x-aantal nomo de. Moro no de, moro zetels no de, moro kiezers no de. Na een x-aantal nomo de. Tee luku a uitslag DC. Bij je ziet dat NDP en NPS op 30 zetels samen. ABOP en het 10, ik kom 40 zetels samen. 40 zetels. Heb je nog 11 over?
40 voor 51, kaliep 11 zetel eten. VAP, lasie naar 50%. Dus 50% voor de sma zijn stem die VAP toen in 2020. No stem moro die ding. 50%. Den go achteruit. De tramang den kom vooruit. De man is go achteruit. Na 50%. De man 11 zetel. Maar dat zijn ook buiten. Want in assisteem die zie. De ja moro politieke partijen. Ja beb na dorosie. Je hebt naar alle de oppositie, naar de sa ding tak ding kan gaan naar verkiezing, zelfstandig. Allemaal de, en de allemaal, o abi fisi in a vijver disi. Om, ah ja, ja, ja. Onder, ja. In a vijver disi do abi fisi. Ef den trapartij zorgu, dat den solide, den tranga, den mek den huiswerk, boom. Dat den overige partij in a vijver disi do abi fisi. En if de partij, de overige partij, no zorgu dat de mek den huiswerk boom, den solide, dat alle den trap chim chim partij, en kluis BEP, officina alamala. BEP officina ABOP, BEP officina NPS, BEP officina NDP, BEP officina, ak afisi ook na VAP, want VAP wa losa, ook na VAP, dus BEP officina alamala, alle andere partijen, chim-chim-partijen naar Dorosie, met elkaar BEP, omdat BEP er wel in zijn naar toezetel. Minus zou om naar toezetel trono. Maar BEP er wel in zijn, dus BEP kan visie naar allemaal. En de andere partij, of visie mee, maar heeft de krobie jou choppu, dat minus zou niet. Eigenlijk, ik familie familie Asan is hier, dan aboskopu na gi alamang, alama abif haswa den bijis mabotaki. Roko tranga ano tefu pir TV alama abif haswa fuma bereka a resultat disi. Mami no kan konsidon tak amala to mek somen amala to pengo kure famo jide. Tane masre musorgu dat de meken. Dat me bedoel tak de mabra. Dus al die andere verhalen zijn. Wat zei je? Dat bedoel ik, ze haar hard moeten werken. Natuurlijk. Van daarom alama abif roko. En afhankelijk van mate fusaye uroko yo haal den percentage sam kari wanneer de percentage moest play a role afhankelijk fu amate saye uroko yo haal de percentages en if you een percentage dat yo kies zetels in de plaats dat na prognose of me en af 50% na een realistische griep want maak dat ja maar waarom geen 75 maar na mi prognose me kan maar me kwam ze refi dan me kan 100 toch nou she so kiesi maar red mega ma me kwa prognose dat me kwa 100 of van 1000 ja dis na mi prognose mi make dis en dat if we maar vind dat me kan 100 dus bina a maximaal mi go en alles hangt af van die mannen hun eigen werkzaamheid binnen die constellatie om te zorgen dat de no drop. Mi gi een voorbeeld bato NDP van met 50% vooruitgang. Als ik zie zetel bij, hij komt op 18. Maar van met 25, na 3 zetels zou Abi, hij komt op 15. En dat is geld die alle traman. En in haar verband is hij, VAP na een gebeten hond. Gebeten hond. VAP ja. Na een gebeten hond. VAP na een gebeten hond zou denk je. Want, de man er bezig toe. De man er lauw. De man heeft een bepaalde kern, ik attack een kern van 50% van de lassie. Dit is niet de waarde, de werkelijke waarde. Een kern die zie, een 11. Een kern van 11 zetel, kom ik 12 zetel. Dit is niet de man kernbasis. En dan even look at verkiezingen van PSA. Dan analyse ik nog een trafase. Ik ga in een situatie van ontstaan. NDP bij abscessen 20 zetels. NDP bij abscessen 20 zetels. In een verkiezing, de man las 10 zetels. 10 zetels. De 10 zetels naar Smadabaka. Naar Smadabaka de 10 zetels. Ja?
Smadabaka. Peres Madis go. Des Madisi. Voor al Sangwe. Des Madis Sangwe. De stem nou een pressie. In ieder geval. Dan bij de NDP. NDP de bestemd op NDP in 2015. In ieder geval. De Disi zijn een stem wordt op NDP in 2020. Sammy ding, kom je 2025 nooit nog aan de positief. Nooit nog aan de positief die ding. Dus met andere woorden, een reden zijn de man dat nomino stemt op NDP moro, want na slecht beleid, de man go mee naar denk je na slecht beleid, wel, den go ervaar beter beleid, en die ding, a beter beleid zijn de ervaar, nooit eerder ben de zo slecht die ding. Dus logischerwijs, ik kan go vanuit, dat des madisi ben abgevoel die NDP, den 10 zetels die, den smabaka den 10 zetels, ben abgevoel die NDP. Dus tede met den prognose, tede met den evaluatie, dat het ook jongen moro beter ben dan rapera. En nu, dan moest go stem. Dan moest go stem nu. En het is de vraag, als ze dan terug gaan naar NDP? Kijk, dat nou een open vraag. Die we allemaal hebben geen klasse ballen. Maar je hebt wel een verstand. Ik kan me gewoon analyse. Dus, a 10 zetel DC, dus maar DC, sowieso, tegen mij de evaluatie, dat jong a beter bent aan het rapen. Maar nu, dan moest go stem, baka. Die 10 zetels maar DC, once aan die staat vast. En met dat geen grof voetsman begrijpt me. En ook beledigend me was zijn. Maar once aan die staat vast. Heb je nog domoor een boeritje. Dan in elkaar dat je hij moet stem die de man zijn bestem. Vorige keer moet stem die de baka. Toch? In elkaar dat dat die. Dus ja, bief loeku nou. Zij jou doe. Je gwee baka na osso. Of je maakt een keus. Tussen ding resterende. En in dit verband wil ik erop wijzen. Want nou analyse met Mickey. In dit verband wil ik erop wijzen. Dat NPS. Dong tussen alle den partij. Het gunstig. Voor haar den sotus maris kona in. En daarvoor moet NDP waken. NPS dong gunstig. Tussen alle den partij. Voor haar den sotus maris kona in. En daarvoor moet NDP waken. Want primair ga je vanuit dat de meeste waren kiezers van de NDP. Ja, maar volgens uw prognose, wie is NPS Harry uitgekomen, niet boven de 12? Nee, maar ik praat niet aan Minosabi, dat Minosabi. Mitaki, ja, met die prognose sluit. Ik taak de 12 bij 100%. Dus ik ja, dat Mitaki toch, en niet Mitaki, maar mijn god, nee, is niet waar. Wat 100% na maximaal. Maar ik kan, if you, ik had, if this man is vinden, ik kan door dat 100%. 100% aan de zon, maar die jazz me kan zomaar. Dus dan alleen een soort zand is, ik kan me 100%. A 50%, me go vanuit dat NPS is in staat om dat te halen. Maar 100%, is niet zonder meer. Maar if this soort zand is, me calculeer bij PSA, dat de maar kans, ik weet dat 100%. Maar terug naar 100% gaat dat ten koste zijn van de NDP. Okay, het gaat niet ten koste komen van de VAP en dat soort dingen. Yes, het gaat ten koste van de NDP. Ja? Ja. Dus dat is in grote lijnen. Tot slot, want Ayurek Wekba, tot slot. Kan de VAP zich nog herstellen? Nee. Ik weet, dus de VAP als partij kan zich herstellen door intern organisatie. Maar als je de VAP koppelt naar de regering, dan heb je Trasani. Dus je hebt je actie herstel voor VAP. De VAP kan intern kan herstellen, schrijf je. Maar als je koppelt VAP naar de regering, go vanuit dat VAP naar de regering en de regering kan herstellen. Nee, de regering nog kan herstellen morgen. Omdat na slecht beleid. Naar de man beleid. Legt wel slecht beleid naar de man beleid. Naar de man keus. Slecht beleid naar de man beleid. De stand zal de man doen naar de man keus. En dat is van ons slecht beleid. En als slecht beleid. Die kan go definiëren van Johanni.
ik kan ook benoemd ding. Corruptie, voer. Ik kan benoemd ding. Ik van hem ben benoemd ding. 2020. JNDP toch? Slagbeleid onder andere maar voer, kastrekort. Noem maar op. Alles wat zijn. Wat is er? Zijn ik kan karma kan ook. En de bewijs daartoe. Alleen dan ook naar rechter. Maar in de. Hier deze mij kan erin zijn. Dus het valt onder slechtheid. Is een algemeen benadering. En dat die. Qua een regering, dus een mine koppel VAP aan een regering, maar als je koppel dat op een fractie stel, dan met taki nee, dan kan redden morgen. Maar als je koppel naar VAP, want VAP altijd kan redden, want je maakt kan met intern huiswerk. Oké, is duidelijk. Het zet ons in elk geval aan het denken, dat is 100%. En wat ik wil zeggen tenslotte hoor, want in dit kader heb je al die mensen die ook over de vorige regering allerlei verhalen verteld, hoe slecht het was. En ik richt me nu niet als spreekbeurs van de vorige regering, maar als iemand die ook bij betrokken was. Als iemand die ook erbij betrokken was. Ik richt me tot die mensen en ik zeg, ik vind ze betreurenswaardig. Ze zijn betreurenswaardig. Wat is er aan de hand? Iedereen die een beetje gewichtig en interessant wil doen, scheldt op de Riffel of de vorige regering. Geef af op de Riffel op de vorige regering. Terwijl men tegelijkertijd alle hoop vestigt op een product van Riffel. Op een Riffel product. Staatsolie. Oil and gas. Dat is een kind van Bouterse. Je kan het nou leuk vinden of niet. Je kan op je kop gaan staan of niet. Het is een kind van Bouterse. Oil and gas, staatsolie. En dat is een Riffel product. Dat wilde ik zeggen.